Nou ja, ik heb bier. Valk bier. Dus we verkopen hier gewoon bij een winkel wat niet is Valk is bier. Ik heb nog maar 3.899 euro over. Ik lag hier trouwens echt heel erg, maar dat komt omdat het Mindtopia is. Ja, het boeit me echt niet dat hij me heeft opgelicht. Dat gebeurt veel vaker. Ik had het ook een keer bij mijn hele setje armen, maar dat heb ik nu weer terug. Ik ga zo meteen. Ja, als mijn vriend online komt, hij heeft wel 100k of zoiets. Hij gunt me wel een nieuwe witte boots. Ja. Als jij ook Mindtopia speelt, doe dit alsjeblieft niet. AFK staan is ook niet heel handig. Kan je voor gekickt of tot geband worden. Koekjes drop party, amen. Die kan ik wel weer krijgen gelijk. Dat is lekker. Nou ja. Waar komen die vandaan? Oh, daar. Nou ja. Vinden jullie dat ik meer Mindtopia moet gaan uploaden of niet? Want als ik meer Mindtopia moet uploaden en als ik er veel views voor krijg, dan, ja, dan zou dat best wel leuk zijn natuurlijk. Want ik doe het voor de views, hè. En natuurlijk, als je dit een leuke video vond, kon je een duimpje omhoog doen. En als je die mon, die flesje, weet ik veel hoe die heet, als je die ooit tegenkomt, gewoon negeren. Gewoon gelijk aangeven of zo, weet ik veel. Ja. Ik heb lekker weer bijna een stack koekjes. Ik hoef ze niet eens te kopen. Bij deze winkel kan je trouwens altijd wel goed eten kopen. Ze hebben altijd lekkere prijzen. Waarom is deze meloen gedraaid? Nou, boeien. Het zal wel een koekjes drop party, hè? Net was er ook een veiling ergens. Maar daar kon ik helaas niet bij zijn. Want dat was een hogere zone dan dat ik heen mag. Dat is, ja, dat is wel weer naar. Maar, als je mijn kanaal nou leuk vindt, kun je ook abonneren. En blauwe duimpjes zouden erg gewaardeerd worden. En ik denk dat ik nadat ik dit heb opgenomen nog heel veel bij de drop party blijf. Want dat levert veel geld op. En thanks voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!